Hallo lieve weegschaal, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 30, 25 juli tot en met 31 juli. Dus een algemene reading, halen vooruit wat je nodig hebt. We gaan eens kijken, lieve weegschaal, wat jouw hoofdthema is voor deze week. Oh. Ik heb het gevoel dat je deze week ook voor een keuze komt te staan. En je kan dus kiezen of je neemt de leiding. Of je blijft stilstaan. Voel vooral op dat moment wat voor jou op dat moment goed voelt. Voor de ene zal het rust betekenen. Voor de andere zal zeggen, ik moet er nu gewoon voor gaan. We gaan eens kijken, lieve weegschaal, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de weegschaal deze week, week 30, verwachten? Oké. Wat kan de weegschaal deze week, week 30, verwachten? Ja, het staat toch wel centraal ook met waar meerdere mensen last van hebben, je innerlijk kind. Laat die maar naar voren komen, laat die spreken, want die geeft vooral aan waar je in vastloopt op dit moment. Maar je hebt ook vooral wat meer liefde nodig. En terwijl ik dat zeg, leer liefde te accepteren. Vooral van jezelf. Ik zie dat je echt omringd wordt door lieve dierbaren, overleden dierbaren, maar ook gewoon mensen in je omgeving. En ik zie eigenlijk dat ze het zonnetje op je laten schijnen om weer verder te gaan. Maar jij bent degene die een besluit moet nemen. En ik heb het gevoel dat je te veel twijfelt tussen de keuzes. Ga terug naar je gevoel. Neem even pauze. Doe een ommetje en laat vooral de inzichten naar je toe komen. Vertrouw op jezelf. Want jij weet als geen ander wat je wel kan. Jij weet als geen ander wat je niet kan. En jij weet als geen ander wat jouw dromen zijn. Dus vertrouw op jezelf en vertrouw op je eigen kunnen. En dan doordat je open gaat staan, voelt het ook alsof de keuze die je gaat maken, dat het echt een cadeautje is. We gaan eens kijken, lieve weegschaal, welke boodschap ik jou verder voor deze week mag meegeven. Een boodschap. Oké. Je gaat een nieuw avontuur aan. Misschien twijfel je nog over welk avontuur, maar je gaat een nieuw avontuur aan. Het is belangrijk dat je uit je schulp gaat kruipen en het gaat zien als een mooie nieuwe uitdaging. Zie dingen niet als een obstakel, maar als een uitdaging. Je hebt veel obstakels achter de rug. En nu is het tijd om voor jezelf te gaan staan en voor jezelf te kiezen. Je houdt soms te veel rekening met een ander en dat is waarom je soms zo veel twijfelt. Maar pas op dat je niet steeds in die spiraal gaat zitten. Lieve weegschaal, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik wens je een hele mooie week toe. Wil je nou het mediumschap leren? Hou vooral Facebook en mijn website in de gaten. Want daar komt nog meer informatie over. Je kan je opgeven voor de opleiding en per 1 oktober start het. Ik zou het heel leuk vinden als je erbij bent. Verder wens ik je een hele fijne week toe. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.